Atleten en nerds leven in twee verschillende werelden die elkaar niet vaak kruisen. Meisjes of boeken? Wat is je keuze? De atleet en de nerd. Zoek 10 verschillen. Ze hebben verschillende lichamen, stijlen, gewoonten en lotgevallen. Bekijk Woehoe's nieuwe video helemaal over atleten versus nerds. De atleet en de nerd leven in parallele werkelijkheden. De ene is knap en super macho. En de andere is... Wel, je zult het zelf zien. Tijdens pauzes tussen de lessen kun je de atleet altijd zien omringd door meisjes. Ze lachen zelfs als zijn grapjes niet grappig zijn. Yep, zo aantrekkelijk is hij. Maar tijdens een proefwerk verschuift de machtsdynamiek. Alle meisjes beginnen in plaats daarvan met een nerd te flirten. Een goed cijfer is belangrijker dan een lekker vriendje. Kennis is macht, man. De atleet heeft tal van geheime talenten. Kijk eens hoe goed hij de gitaar vasthoudt. Zoveel meisjes zouden nu wel die vierde snaar willen zijn. Zijn hartstochtelijke spel maakt iedereen om hem heen verliefd. Zelfs de gitaar kon zijn passie niet weerstaan. De atleet is zo heet dat hij begint te roken. De nerd heeft verschillende talenten. Hij kan met Schubert's derde symfonie iedereen in slaap brengen. Een klassiek werk uit de kanon van slaperige klassiekers. De atleet stapt uit de douche als een Griekse god die van Olympus neerdaalt. De douche is gratis, dames. Wees voorzichtig, nadat ik eruit kom is het altijd behoorlijk heet. Oh mijn god, hij is zo heet! En nadat de nerd gedoucht heeft, lijkt hij op mijn overgrootmoeder Michtot. Hallo allemaal, het water voelt heerlijk aan vandaag. Ik raad het ten zeerste aan. De atleet ziet er prachtig uit. Moeder Natuur was gul met hem. Kijk eens naar zijn biceps. En zijn stijlvolle bril. Je bent zo knap. Wauw. De nerd let ook op zijn uiterlijk. Hij maakt zijn oren schoon en borstelt zijn wenkbrauwen. En natuurlijk verzorgt hij dat schattige persikpluisje boven zijn lip. De nerd is super trots op zijn snor, dus laten we hem de waarheid niet zeggen. Oké. Als een meisje de nerd vraagt een goede foto van haar te maken, kan ze er zeker van zijn dat hij zijn uiterste best zal doen. Hij zal de juiste hoek kiezen, de perfecte compositie maken en de optimale belichting en kanteling berekenen. Wauw, bedankt! Deze foto's zijn geweldig! Maar als een meisje de atleet vraagt een foto te maken, kan ze zich ontspannen. De atleet zal geen foto's van haar maken. Hij zal in plaats daarvan 100 selfies nemen. Ze zullen in elk geval allemaal geweldig uitpakken. Ik garandeer je dat je veel likes zult krijgen. De atleet kan niet zomaar langs een spiegelend oppervlak lopen. Hij ziet overal zijn eigen spiegelbeeld. Oh, wie is dat lekkere ding in de auto?
Wow, dat ben ik! Ah, hoe heeft de natuur zo'n perfect schepsel geschapen? Hallo, meisjes. Hij is van ons. Arme nerd, hij is bang voor zijn eigen spiegelbeeld. Hoewel, dit kontje is zo slecht nog niet. Ik denk dat ik nog wat squats ga doen. Een heet afspraakje. En je besloot je vriendje voor te stellen aan je huisdier? Ga je gang, verras me! Is dat een spin? Mogelijk schepsel, help! De atleet bleek niet helemaal zo mannelijk te zijn. Waarom was hij zo bang voor je, mijn lieve pluizige baby? Maar de nerd is niet bang voor dat soort dingen. Wil je mijn huisdier zien? Natuurlijk, het is zo exotisch. Wauw, dit is een heel zeldzame soort tropische spin. Hij is niet giftig en leeft in zijn eigen ecosysteem. Ik weet er alles van. De atleet weet hoe hij zich in vorm moet krijgen. Zijn sterke biceps trekken altijd meisjes aan. Heel lekker ding. Kijk eens hier. Deze grote biceps, ja, die is helemaal voor jou. De nerd wil ook een perfecte lichaam hebben, maar hij wil geen gewichten heffen. In plaats van zijn biceps te trainen, traint hij zijn hersenen. Ik gebruik mijn verstand en mijn technische vaardigheden. Waarom jezelf inspannen als je een ingewikkelde machine kunt gebruiken om een tillen voor je te doen? Al zijn berekeningen kloppen. Dit is hoe de echte nerds hun spieren oppompen. Statistisch gezien zal de atleet na zijn 30ste waarschijnlijk een bierbuik krijgen en een basketbalteam op een middelbare school gaan coachen. En dat is het beste scenario. En de nerd zal veranderen in de koning van Silicon Valley. Het is mogelijk dat hij de volgende Bill Gates of Elon Musk wordt. Weldra zou hij miljonair zijn. Iedereen heeft zijn eigen belangen. Sommige mensen versterken hun spieren en sommige mensen versterken hun hersenen. Het is jammer dat atleten zich niet hebben opgewerkt tot het lezen van literatuur. Eigenlijk? Zo hoor je een boek niet te gebruiken. Hé, garnaal, ik denk niet dat dat boekje erg veel zal helpen in de echte wereld. Kom op, probeer deze pot open te maken. Haha, zie je wel, dat bewijst mijn punt. Maar garnaaltje geeft niet op. Hij las een boek dat heet 40 manieren om met weinig kracht een kruik te openen. En hij is klaar om zijn tegenstander te vernietigen. Prima, rustig maar. Je hoeft alleen maar een deksel om te draaien. Maak dat je wegkomt, boekenworm. Laat mijn keuken niet schrikken. Laten we ons aankleden. Iedereen heeft zo zijn eigen problemen. Garnaaltjeskleren hangen van hem af alsof hij een en al beenderen is. Hij is te mager. Maar de atleet heeft het tegenovergestelde probleem. Al zijn kleren kleven te strak aan zijn spieren. Hij kan zijn schoonheid niet verbergen. Oeps, mijn hemd kon mijn kracht niet aan. Hier is een idee. Ik voeg wat kritische massa aan mezelf toe. Nu zal niemand meer raden dat ik zo mager ben. Kijk eens naar mijn spieren. Ik ben net de Hulk. Zet jezelf niet voor schut. Haha, Hulk. Je spieren zijn van katoen. Ga weg. Op garnaals schouder liggen is niet erg comfortabel. Zijn botten steken overal uit. Er is geen plaats. Hij is te benig. Maar de atleet is een heel andere zaak. Dit zijn geen spieren. Het zijn zachte kussens. Dit is geen mens. Hij is gemaakt van traagschuim.
Vond je onze schets over de atleet en de nerd leuk? Geef dan hieronder een commentaar en vertel ons welk type je verkiest. Of misschien deden ze je aan jezelf denken? En jullie, abonneer je op ons kanaal, like deze video en klik op het belletje. Mis geen enkele relativerende nieuwe video van Woehoe!